We hoorden omstreeks 12 uur Nederlandse tijd. Er kwamen een groepje van 30, 40 Benfica-supporters. Of hooligans eigenlijk, ik noem het niet eens supporters. Die kwamen de tras op. Ze hadden een glasbak omgegooid. En daar kwamen allemaal flessen, wijn en bier, lege flessen zeg maar, kwamen eruit. En die namen ze mee richting ons terras. En daar gingen ze mee gooien. Dus nou ja, dan kun je je voorstellen, als je daar met 30, 40 mensen op het terras zit en iedereen moet door één deurtje gauw snel naar binnen. En die rent voor zijn leven, zeg maar. Ja, dan word je niet vrolijk. Ja, er liepen wat mensen met hoofdwonden door het hotel heen, t-shirts kapot. Ja, die kregen natuurlijk al glas naar hun hoofd. En anderen die kwamen in gevecht, die konden geen kant meer op, want ze kwamen van twee kanten ons hotel in binnen. Dus ja, die moesten op een gegeven moment eieren voor hun geld kiezen. Maar sommigen die zijn ook gaan vechten, dus ja, die kregen ook een paar klappen. Maar die moesten dan behandeld worden, maar niet echt levensbedreigende verwondingen gelukkig. Je bent niet eens kwaad, je kijkt eerst om je heen en dan ben je gewoon verdrietig wat je allemaal ziet. En dan daarna dan maak ik wel plaats voor woede. Ja, zoals vanmorgen, dan word je wakker en denk je van, Jezus Mina, waar gaat het in vredesnaam over?